Welkom in deze introductievideo over de Caravan Mover. De Caravan Mover is een accessoire waarmee je de caravan zonder enige inspanning met behulp van een afstandsbediening eenvoudig op iedere gewenste plek kunt manoeuvreren. Caravan Mover is een uitvinding die inmiddels al heel wat jaren op de markt is en daarmee ook op veel caravans al aanwezig is. Grofweg heb je een onderscheid tussen een volautomatische mover en een halfautomatische mover. Wat is nou het verschil tussen deze twee? Bij een volautomatische mover kun je de mover met behulp van de knoppen op de afstandsbediening automatisch tegen de wielen plaatsen. Dat wil zeggen, de aandrijfmotoren van de mover worden dan automatisch naar de wielen toe bewogen. Bij een halfautomatische mover dien je dit zelf te doen met behulp van of een hefboom, waarmee je dus de motoren tegen het wiel aandrukt, of met behulp van een slinger, waarmee je dus de motoren tegen het wiel aan kunt draaien. Het verschil is dus gedeeltelijk aanwezig in het gebruik, het gebruiksgemak, maar daarnaast natuurlijk ook in de prijs. Wij adviseren zelf eigenlijk altijd halfautomatische movers, want het opzetten van de motoren is over het algemeen een fluitje van een cent. En de halfautomatische mover is minder storingsgevoelig. Je kunt je voorstellen dat in een volautomatische mover er meer elektronica aanwezig is. In de besturing en ook in de aandrijving. Extra opzetmotoren voor het opzetten van de motoren tegen de banden. En dit is allemaal materiaal wat kapot kan gaan. En daarmee verhoog je dus eigenlijk het risico op een storing door meer toeters en bellen aan die mover toe te voegen. Daarnaast zit er ook nog een aardig verschil in prijs. Dat kan variëren tussen een paar honderd tot vele honderden euro's tussen een halfautomatische mover en een volautomatische mover. Er zijn in de loop der jaren ook heel veel verschillende caravan movers op de markt gekomen. Verschillende merken en verschillende types. We gaan op onze website en ons YouTube kanaal gaan we een aantal van die merken uitlichten, omdat dit de meest voorkomende en ook de meest beproefde caravan movers zijn. Mocht jouw type mover hier niet tussen staan, denk ik dat je evengoed met deze video's wel geholpen bent om een indruk te krijgen van de werking. Want de werking is in basis voor alle movers wel gelijk.